Mijn naam is Arie Feij, ik ben van de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren. En wij staan hier voor ons laatste project, vlakbij de Haagweg in Leiden. Hier zijn we 43 studio's voor jongeren aan het bouwen. Stichting Huisvesting Werkende Jongeren heeft momenteel 900 wooneenheden, kleine appartementen, studio's, eenkamerwoningen. Wij richten ons op jongeren tussen de 18 en 28 jaar en werken met tijdelijke jongerencontracten. Dat wil zeggen dat je 5 jaar bij ons kunt huren en maximaal nog een verlenging kunt krijgen van 2 jaar. Inmiddels is de situatie in Leiden qua grond behoorlijk aan het vastlopen. De problemen met jongerenhuisvesting nemen ook in de regio toe. Kleinere kernen die zijn in rap tempo aan het vergrijzen. Jongeren kunnen geen woning vinden. Ondanks dat er werkgelegenheid is, inmiddels hebben we ook signalen opgevangen vanuit Kaag en Braassem of we daar willen komen kijken of we iets kunnen doen aan de woningnood onder jongeren daar. We hebben inmiddels 2 stukjes grond op het oog. 1 in Roelof Arendsveen en de ander in Woubrugge. En dan gaan we kijken of we daar ook nog een paar complexen voor jongeren neer kunnen zetten. We denken uiteindelijk met 100, 150 woningen, studio's daar het probleem aardig te kunnen gaan oplossen. Vervolgens hebben we gesprekken gehad met mensen uit Bodegraven en Alphen aan de Rijn. Dus ja, je merkt eigenlijk wel dat het in de hele regio eigenlijk, het is een landelijk probleem. Maar wij gaan in ieder geval kijken wat we hier in Zuid-Holland kunnen doen om dat aan te pakken.